Oké, dit is het derde filmpje over weer en klimaat voor natuurkunde HAVO bovenbouw. Dat gaat over wind. Goed, in Nederland 11 kan de wind uit alle richtingen waaien. Op een warme zomerdag met weinig bewolking waait de wind 's ochtends meestal van land naar zee. In de kustgebieden draait de wind dan in de middag en gaat van zee naar land waaien. Nou, verklaring verschijnsel. Nou, dat komt doordat de soortelijke warmte van het land is kleiner dan die van het water. Dat betekent dus als ze allebei evenveel verwarmd worden, dat de temperatuur van het land sneller gaat stijgen. En ook de temperatuur van de lucht gaat sneller stijgen dan ten opzichte van zee. Nou, als warme lucht gaat dus omhoog stijgen boven het land. En daardoor wordt lucht van een zee als het ware naar het land toegetrokken. Dus krijg je wind van zee naar land. Je krijgt natuurlijk een convectiecel, dus hoog boven in de atmosfeer. Heb je natuurlijk een wind van land naar zee. Maar goed, daar merk je niks van. S'avonds keert de windrichting weer om en waait de wind weer van land naar zee toe. Ja, dat is eigenlijk precies tegenovergestelde als net. Hè. De temperatuur van het land die gaat dus sneller dalen en de temperatuur van de lucht daarboven ook, die gaat daardoor dalen. En daardoor ontstaat er een convectiecel die de andere kant op draait als net. En die dalende lucht boven de aarde, die vindt een uitweg naar zee toe. Daar stijgt dan de lucht weer omhoog. En die gaat dan bovenlangs weer terug naar het land toe. Ja, dus het is precies tegenovergestelde als in de ochtend stijgt de temperatuur van het land en de lucht erboven sneller. En in de avond daalt de temperatuur van het land en naar boven sneller. En dan krijg je dus twee tegengestelde windrichtingen van. Goed, infra 12. Infra 27 zie je de temperatuur van de atmosfeer een bepaalde dag als functie van de hoogte. Bepaalde temperatuurdaling per kilometer. Oké, dit is de hoogte en dit is de, dit is de temperatuurdaling. Nou, gaan we eens even kijken. De hoogteverschil is 12 kilometer. En het temperatuurverschil is van 15 tot en met minder 6, dus 78. Die moet je dan op elkaar delen. En je zou eigenlijk verwachten dat je de verticale door de horizontale deelt. Om een of andere reden doen ze het hier andersom. Maar eens even kijken wat ze iets vragen. Ze vragen de temperatuurdaling per kilometer. Dus dan moet je, ja, het is eigenlijk een soort omgekeerde van wat je normaal doet. Maar het is inderdaad toch wel goed. Temperatuur graden Celsius is 78. Hoogteverschil is 12. Dus 78 graden per 12 kilometer is dan 6,5 graden Celsius per kilometer. Ja, dus even apart. Dit is eigenlijk een soort van omgekeerde richtingscoëfficiënt die je moet bepalen. Nou, het aardoppervlak verwarmt de droge lucht tot 25 graden Celsius. Oké, de bel stijgt daardoor op en gaat uitzetten. Daardoor daalt de temperatuur met 8,9 gram per kilometer. Oké, teken dan in de figuur de temperatuur van de luchtbel als functie van de hoogte. Hij begint natuurlijk bij 25, dat is makkelijk, zoals je ziet hier. Nu moet je even gaan rekenen. En hier rekenen ze weg. Oké, we nemen het punt 8 kilometer hoogte. Oké, dan betekent dus dat de temperatuur was 25 graden, maar die gaat dalen. 8 keer die 9,8 gaat die dalen. Dus dan krijg je 25 min 9,8, oftewel 25 min 78,4 is min 53,6 graden Celsius. Dus bij 8 kilometer wordt min 53 graden Celsius. Dat is hier. En ik begon dus bij 25. Hier, hè? Dus dan krijg je deze lijn is er gedaan. Hè? 8 graden, kilometer sorry, en min 53,6 graden Celsius. Dus zo loopt die lijn dan, theoretisch. Bepaalt tot welke hoogte de luchtbel stijgt. Ja, dit is natuurlijk maar puur theoretisch. Wat natuurlijk gebeurd is, want die luchtbel die stijgt zolang de temperatuur van de luchtbel hoger is dan die van de lucht om hem heen. Dus ook zijn dichtheid is dan lager dan de dichtheid van de lucht om hem heen. Maar dat stijgen stopt zodra de temperatuur van de luchtbel en die van de lucht omheen hetzelfde zijn. En dus ook de dichtheden hetzelfde zijn. En dat is dus hier, dit snijpunt. Ja, dus dit is alleen maar theoretisch. Dat gebeurt in werkelijkheid niet. Oké, gaan we naar 13. Door het Coriolis effect beweegt de voorwerpen op de draaiende aarde af vanaf een rechte lijn. Leg uit dat het Coriolis effect groter of kleiner is als het bewegende voorwerp een twee keer zo
grote snelheid heeft. Het Coriolis effect hangt af van de snelheid van het voorwerp ten opzichte van wat onder hem draait. Als het voorwerp een grotere snelheid heeft ten opzichte van wat onder hem draait, zal ook het Coriolis effect groter zijn. Leg uit dat het Coriolis effect groter of kleiner is als de aarde een twee keer zo grote omwentelingssnelheid heeft. Dat betekent dus dat de aarde dus langzamer draait en dat het Coriolis effect dan dus kleiner is. Ja. Leg uit of het Coriolis effect de grootste is op 0 tot 30 noorderbreedte of van 30 of 60 of 60 tot 90. De draaisnelheid van de aarde om de as is natuurlijk overal hetzelfde, alleen de cirkel die die maakt is natuurlijk niet overal hetzelfde. Als je op de evenaar zit en je gaat een beetje richting het noorden, dan verandert die cirkel van grootte bijna niks. Dus het Coriolis effect is dan heel klein. Steeg hier, helemaal tot hier, ja, dan zie je duidelijk dat die cirkel die de aarde draait, die is veel kleiner dan dat die hier is. Dus maar de wolk heeft nog steeds dezelfde snelheid als dat die had op de evenaar. Dus het Coriolis effect is veel groter. Dus hoe hoger je dichter bij de polen komt, hoe groter het Coriolis effect is. Nou, door het Coriolis effect lijkt de richting van de snelheid te veranderen. Voor de bijbehorende versnelling geldt A is 4 maal pi maal de snelheid gedeeld door de omlooptijd maal de sinus van B. Oké. En dat is dan de breedtegraad, hè, die B. T is de rotatietijd, V is de snelheid. Oké. Het water in een leeglopende badkuip gaat rondom afdraaien, daarin dampeert, dat komt door het Coriolis effect. Nederland ligt op 53 graden noorderbreedte. Bereken dan de versnelling door het Coriolis effect bij de watercentrum van 1 meter per seconde. Oké, watercentrum 1 meter per seconde, P is 53 graden. Temperatuur, omlooptijd is 24 uur. In seconde is dat 86.400 seconden. En die voel je dus allemaal in deze formule om die A te berekenen, die versnelling. Nou, 4 maal pi maal die snelheid voel je in. Stel het voel je in dus. Tijd voel je het in, de breedtegraad voel je daarin. Dat is allemaal hier gedaan, zoals je ziet. Nou, we stoppen dan je rekenmachine, komt uit 1,161 maal 10 tot de 4 meter per seconde kwadraat. Dat is een hele kleine versnelling. Dat is bijna niks. Dus ben je het eens met de bewering van naam? Nou, lijkt me niet. Die versnelling is zo gering, die is bijna nul. Dus het Coriolis effect veroorzaakt niet de draairichting van een kolk als je je bad leeg laat lopen. Nou, 14. Het Coriolis effect geeft een bewegende voorwerp een stromende lucht op het noordelijk halfrond en afwijking naar rechts. Geef aan, leg uit dat op het zuidelijk halfrond het Coriolis effect juist een afwijking naar links. Ja, dat is dus gespiegeld, hè. Hier kun je dat ook zien. Dit is de evenaar. De wind die deze kant op gaat, die draait dus naar rechts. Maar op onder de evenaar spiegelt de andere kant op. Hier draait hij naar links. En hier zou die zo naar rechts draaien. Ja, ook naar links, sorry. Ja. Goed. In figuur 7 is spiraal van een weerstas boven Australië op het zuidelijke halfrond getekend. 7 is spiraal boven IJsland. Oké, op de noordelijke kant, dus dit is zuidelijke halfrond, noordelijke halfrond. Wanneer in ieder geval elk van de foto's of je hier met een lager of een hoger drukgebied zit. Nou, je staat in een lager drukgebied ontstaat door opstijgende lucht. In de lucht zal door afkoeling bewolking ontstaan. Een hoge drukgebied lost de bewolking op voor de opwarming. Nou, je ziet hier duidelijk dat hier wolken ontstaan en niet oplossen. Dus het zijn duidelijk lage drukgebieden. En want de lucht stroomt natuurlijk bij een lage drukgebied naartoe. En je ziet duidelijk dat daar wolken ontstaan. Als het een hoger drukgebied was, dan zou het ervan afwegen en dan zou dus de wolken oplossen. Maar je ziet dat het duidelijk niet gebeurt. Oké, 15 dan. In een windmolen gebruikt kinetische energie van stromende lucht om een dynamo te laten draaien. A. Beredeneer dat hoeveelheid lucht die per seconde door een windmolen gaat evenredig is met de snelheid. Okay, je geeft het voorstel. Als de windsnelheid bijvoorbeeld 1 meter per seconde is, dan gaat er natuurlijk hoeveelheid lucht in die 1 seconde door de windmolen heen. Is de windsnelheid dubbel zoveel? Ja, dan gaat er natuurlijk dubbel zoveel lucht in diezelfde seconde door die windmolen heen. Of je kan ook zeggen, in dezelfde hoeveelheid gaat in een halve seconde doorheen.
Ja, dus hoe hoger de windsnelheid is, hoe meer lucht er door de windmolen gaat. Nou, voor een vermogen P van de windmolen geldt P is K maal de snelheid in het kwadraat. K is constante, V is de windsnelheid. Het leidt het vermogen af voor het vermogen met behulp van het vermogen voor kinetische energie. Nou, oké, hier heb je de formule voor het vermogen. Vermogen is kinetische energie gedeeld door tijd en kinetische energie is half een V kwadraat. Dus dan kun je op de plaats van die E kun je half een V kwadraat invullen, wat is hier gebeurd. De vermogen is een half een V kwadraat gedeeld door T. Nou, dat kun je natuurlijk weer omschrijven als een half maal M gedeeld door T maal V kwadraat. Eigenlijk verandert niks, je verandert alleen maar een beetje de volgorde. Dus de hoeveelheid lucht die per seconde stroomt, dat is M gedeeld door T, is evenredig met de windsnelheid. Dus geldt M gedeeld door T is een constante maal V. Dus wat je eigenlijk kan doen is zeggen, oké, die MT, die halfjes, die zijn constant. Dus die noem ik K. En dan krijg je dus P is K maal V kwadraat, dat is precies wat hier staat. Ja. Oké, dat was B, hè? Ja. Op zaterdag waait het 12 uur lang met een snelheid van 8 meter per seconde. De resterende 12 uur is het windstil. Op zondag waait het hele dag met een snelheid van 4 meter per seconde. Levert de windmolen de meeste energie op zaterdag op zondag of maakt het niks uit? Kijk, eerst een zaterdag. De eerste helft van de zaterdag is het dus vermogen een constante maal 4 in het kwadraat, dus dat is 16. En op de andere helft van de dag is dat ook zo, dus is het 2 keer 16 maal de constante. Oké, dat is 32 maal de constante. Op de zondag is het de hele dag 8 meter per seconde, dus 8 in het kwadraat is 64 maal, dat is meer natuurlijk. Ja, dus op... Je moet op zaterdag is het 8 meter per seconde, sorry. En dat is de halve dag, dus dat is 64. En de rest van de dag is 0, dus het blijft 64, oké. Op zondag is het dan de eerste helft van de dag 4, in het kwadraat is 16. En de tweede helft is het ook 4, in het kwadraat is 32. Ja, dus op zaterdag is het 64 maal een constante. En op zondag is het dus 32 maal een constante. Ja, oké, dat klopt. Groot, want het is een derde macht, dus... Want het is 4 maal 2, dus, maar dan maakt het alleen maar erger. Het blijft in ieder geval op zaterdag worden dan zelfs 4 keer zoveel als op zondag. Goed zo. De snelheid van de lucht voorbij de windmolen is kleiner dan voor de windmolen. Leg uit omdat de windmolen niet kan werken als de lucht voor en na dezelfde windsnelheid heeft. Nou, dat zou betekenen als de windsnelheid voor en na hetzelfde is, dan moeten ze ook dezelfde hoeveelheid kinetische energie hebben. Dat betekent dus dat er geen kinetische energie van de wind naar de windmolen kan zijn gegaan, en dan kan die dus niet draaien. Dan kan die niets doen. Het is niet mogelijk om een windmolen rendement van 100% te halen. Leg uit dat de windmolen niet werkt als de lucht bij de windmolen al zijn kinetische energie afgeeft. Als die lucht al zijn kinetische energie zou afgeven, zou die dus tot stilstand komen. En er zou steeds meer stilstaande lucht achter die molen moeten komen, wat natuurlijk niet kan, want er is geen plaats voor, dus dat is niet mogelijk. Oké, dat was paragraaf 3.